Hier sta ik met een pakketje van Agrari. Steve, zijn hobby is met de speel spelen. Leuk dat je kijkt naar de tweede Vlogmas video. Hier sta ik met een pakketje van Agrari. Ik heb het eergisteren besteld en ik heb hem vandaag in huis gekregen. En ik ga hem zo eventjes met jullie als eerste uitpakken. En dan ga ik zo meteen nog eventjes lekker eten. Ik ga frietjes eten. Super lekker. En even mijn hond uitlaten en dan ga ik richting stal. En het is al wel heel erg laat dan. Maar er zijn nog meer leuke dingetjes die gaan komen, want vandaag is er een nieuwe pony op stal gekomen. En die stond toevallig ook bij Steve op de vorige stal. Dus dat ga ik ook even laten zien. Misschien herkennen sommigen van jullie haar nog wel. Ik heb het pakketje eventjes op mijn bed gezet. Staat hier, prachtig. En ja, dus eventjes openmaken. Oh ja, trouwens, ik heb hier zo'n hele mooie quote staan. Dus misschien trouwens ook wel een leuk idee voor jullie. Als je niet weet wat je op je muur moet plaatsen, kan je altijd uit tijdschriften, als je ook niet meer weet wat je daarmee moet doen, kan je een quote knippen. Wat ik hier heb gedaan. Dus ja, maar eerst het pakje uitpakken. Ik heb hier het pakketje. Ik ga even mijn schaar pakken, die ik hier ook ergens heb liggen op de grond. En ik ga hem eventjes openmaken. Het is niet zo goed gelukt, maar hij is open. Daar gaat het om. Oké, het is echt super mooi uitgepakt. Ik heb het echt aan alle, alle kanten open gescheurd. Maar wat erin zit is als eerste dit leuke mooie plastic. Dat geef ik zo meteen aan mijn kat, want mijn kat vindt het altijd leuk om daarmee te spelen. Oké, dat was dat. Dan heb ik hier mijn factuur, denk ik. Ja. En een boekje van Agrari, wat ze allemaal in de winter verkopen. Nou, leuk. Maar waar het dan om gaat. Kijken. Dit. Ik heb lijnzaadolie gekocht. En ik zal eventjes het plasticje eraf gaan halen. Oké, ik heb dus lijnzaadolie gekocht. Want ik heb namelijk dat ik Steve bijvoer in de winter. Ik geef hem namelijk bietenpulp, maar dan niet zoals van Pavo de Speedybait, want daar zitten allemaal dingen in toegevoegd. Ik geef echt de meest natuurlijke bietenpulp. Daar zit echt gewoon niks in, het is echt alleen maar een afvalrest zeg maar, van de bieten. Dus hij wordt er ook niet dik van, hij wordt er niet dunner van, er gebeurt letterlijk niks. Het is alleen een vullend gevoel wat hij heeft. En de eerste dag vond hij het heel erg lekker. En ik weet niet of het komt omdat het iets nieuws was en dat hij het aan het eten was en tijdens dacht van nee, ik vind het toch niet zo lekker. Of dat het was omdat het paard ernaast echt zo zat van oeh, is dat voor mij? Dat hij echt zo zat van mijn, ik eet het op. Kan het ook heel goed zijn namelijk, want hij liet de helft over. En ik dacht toen eerst van hij heeft gewoon genoeg gehad. Maar toen had iemand van stal, Eva en Anna van Falco, die zeiden van nou, wij geven lijnzaadolie. Probeer dat anders even doorheen. En toen vrat hij het tegen de klippen op. Ik zal even voorlezen waar het allemaal goed voor is. Er staat hier dat het voor de ondersteuning van de spijsverteringsstelsel is. En de darmwerking. En het is goed voor de vacht en de huid. Nou, want ik had ook gezien dat paarden ervan gingen glimmen. Nou, altijd mooi. En straks heb je een heel shiny paard wat langs rijdt. Dat iedereen zijn ogen moet dichtknijpen. Altijd leuk. Maar ja, in ieder geval Steve heeft dus ook niet zo'n goede darmstelsel en de darmwerking is dan niet heel erg prima, want hij heeft al 3 keer koliek gehad dit jaar. Dus ik hoop dat dit ook wel een beetje een vooruitgangetje gaat brengen en hij vindt het lekker. Oké, ik ben op stal aangekomen en het is echt super mistig. Dus ik weet echt niet of je wat gaat kunnen zien als ik wat ga doen. Maar ik ga in ieder geval nu eventjes naar stal lopen. En dan Stevie begroeten. Hij zal wel weer lekker vrolijk zijn als altijd. Stevie is zo'n blij ei. Dus ja, we lekker de stal in, dus dat warmer. Ik ben in de stallen nu. En ik ga eventjes kijken of Stevie alweer komt. Stevie is altijd zo, hij weet altijd gelijk wie er aankomt. Ja. Yeah. Hi Moppie. Hi lief. Nou, ik ben dus eindelijk bij Stevie. En ik weet nog niet wat we gaan doen vandaag. Nee, ik weet nog niet wat we gaan doen vandaag.
ik ga in ieder geval zijn voer geven met de lijnzaadolie. En, oh. En ja, denk eventjes een beetje poetsen, zijn stal uitmesten. En naar het nieuwe paardje toe. Oké, ik heb de bietenpulp klaargemaakt. En ik zal even laten zien hoe ze eruit ziet. ik zie Steve kijken. Ik weet niet of je het kan zien. Maar daarachter staat hij. Hij staat echt te wachten totdat ik het kon brengen. En ik zal even laten zien hoe het eruit ziet nu. Het is namelijk deze gekkige massa geworden. Het ziet er, ja, ik weet niet, een beetje rijsterig uit. Maar ik ga dus nu de bietenpulp. De bietenpulp. Ik ga nu de lijnzaadolie erbij doen. En er staat dat je er 15 tot 30 milliliter per dag in moet doen. Mag doen. Dus ik doe 30. Dat had ik de vorige keer ook gedaan. En dan eet hij tenminste op. Oké, okay, meneer is een beetje ongeduldig, maar ik heb hier zijn snobber. Nou ja, bietenpulp. Oh ja, knapperd. Je kreeg hem maar niet, hè? Ik stop met mensen te praten. Ik zet eventjes meneer. Anders kan ik zijn stal niet openen. Zo. En nu. Oh, er is er eentje ongeduldig. Er is er eentje ongeduldig. Ja, hallo. Hallo. Ja, kom er zo aan. Kom er zo aan. Moet eerst even je bakje in. Zo. Eerst even in deze bak gooien. Zo. Dus doen we zo wel. Zo. Hey, even dimmen, hè. Even dimmen, jongen. Zo. Ja. Kom maar. Is lekker, hè? Ja. Lekker, hè, mopje? Zit lekker zweven. Oh, ja. Steve, zijn hobby is met de zweep spelen. Ja? Oh, ja. Wat wil je aan doen dan? Eventjes naar het nieuwe paardje toe. En die is eventjes, kijk hier zo in. En het gaat nu heel eventjes heel donker worden. Zo. En we zijn in de stal. En wie hebben we daar? Wie hebben we daar? Is dat onze Cozy? Is dat onze Cozy? Hey, heb ik een lekker worteltje voor jou, hè? Een lekker worteltje voor jou, Cozy. Hey, meisje. Hey, lieverd. Oh, ben je vriendjes van Alex? Oké, niet zo vriendjes. Oh, Alex wil ook wortels natuurlijk. Ja. Hé, hey, vriendjes? Nee, oké. Hé, hey, Koosje. Ja, lekker. Hé, hey, meisje. Heb je het naar je zin? Heb je het naar je zin? Ja, heb je het naar je zin? Oh, Koosje vindt iedereen wel leuk, hè? Koosje vindt iedereen wel leuk, hè? Ja. Oh, ben je blij hier op je nieuwe stalletje? Ben je blij op je nieuwe stallie? Ja? Je hebt ook al zo'n mooi welkomstbordje. Kijk, als je hier op stal komt, krijg je altijd zo'n welkomstbordje. Superleuk. Oh, Koosje. Lekke aandacht aan het trekken. Lekke aandacht aan het trekken. Oh, is een poesje. Dat is interessant, hè? Ja. Hé, meisje. Ga ik weer lekker een Stevie toe, oké? Ga ik weer een Stevie toe, ja? Blijf je lekker staan hier? Ja. Oeh, aandacht trekken.
Oh, daar is weer de kat. Ja. Ik ga weer naar Stiefje. De cozy. Oké, nou, ik heb net eventjes lekker met Stiefje gerend en gespeeld. En hij is nu eventjes even gras aan het eten. Heeft wel eventjes verdiend. En ik hoop dat er leuke momenten gefilmd zijn, want ik zag dat ineens mijn kaartje vol was. Dus dat is echt zo balen als er geen leuke momenten op staan. Maar ik ga in ieder geval nu eventjes heel snel mijn stal doen, want het was al 9:45. En dan ga ik weer richting huis. Dus ik ga hierbij de tweede vlogmas video afsluiten. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei doei!